Hallo beste vrienden, hier een tutorial over Cyberlink, hoe bijvoorbeeld een bootje doen varen. Dat was een aanvraag van Berlinda, maar kan natuurlijk dienen voor iedereen. Wat ga ik altijd doen? Ik ga een nieuw bestand maken voor mijn volgende video. Deze zal ik dan Berlinda noemen. Oké, hier zetten we alles in en dat is dan gemakkelijk. Het eerste had ze een bootje nodig, dus wat gaan we doen? Op goochelen en we typen boot in. In het Engels dan heb je het meeste vindbaar en PNG. Als je er PNG achter doet, dan heb je normaal gezien altijd beelden die al doorschijnend zijn, want het achtergrond doorschijnend zijn. Gaan we proberen een leuk bootje te vinden. Deze hier bijvoorbeeld. Oké, dan gaat hij opslaan, dus opnemen en dan in Berlinda. En we gaan eventueel zien voor nog een ander. Deze bijvoorbeeld. En opslaan en ook bij Berlinda. Wat dat we dan nodig hebben, ook misschien een zee voor een achtergrond. Ik had straks een gevonden, ga ik even bij mij kijken. En deze vond ik eigenlijk misschien passend. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga naar FreeStudio. FreeStudio. YouTube, free downloaden, dit hier mag toe. Ik ga de link selecteren, CTRLC, gelijk als jullie dat allemaal weten. En hier plakken. Hier komt dan de video, op dat pijltje klikken. En nu is de video al binnen. Dus dit mag dicht. Dan komen we in dit bestand. En we zetten dat bestand van YouTube dus bij Berlinda verplaatsen. Oké. Nu, wat gaan we doen? Doen we onze Cyberlink open. En we gaan die twee bestanden importeren, dus Berlinda. Ik ga de drie bestanden selecteren met de CTRL ingehoud en we selecteren die drie en openen. Oké, in eerste instantie gaan we die video hier plaatsen. Ja, als het bijvoorbeeld 16:9 wilt zijn en hier klopt het niet aan het beeld, kunnen we het groter maken op deze wijze bijvoorbeeld. Maar dan verliezen we een stuk links en rechts natuurlijk. Ik ga twee keren terug naar achter. Wat ga ik niet doen? Met mijn pijltje hier op dat blauw komen. En als we dit hebben, klik ik op de linkse knop CTRL. Ik hou hem vast en ik trek het naar beneden. Hetzelfde hier. CTRL vasthouden, naar beneden trekken. Hetzelfde hier. Het is natuurlijk moeilijk moeten op het, dit puntje komen. Niet titten, want dan maken we het helemaal groter. Dus dat is de bedoeling niet. CTRL inhouden. En naar boven trekken, hetzelfde hier. En nu hebben we het dus op formaat 16:9. Dus nu zitten we hier in de video. Kunnen we naar de video kijken, zien we de golven. Ik ga wel het geluid uitdoen. Dus we kunnen hier bijvoorbeeld, als we daar komen, zien we dat rood puntje, kunnen we het naar beneden doen. Dan kunnen we het volume naar boven of beneden doen. En bijstellen, maar we kunnen het gewoon hier uitschakelen. Dus als jullie niet luisteren, hoort u jullie die zenuw meer. Want anders hoort jullie met hem niet praten. Dus, de bedoeling was, als ik het goed begrepen heb, van een bootje doen te varen op de zee. Natuurlijk, dat bootje is wat te groot. Dus gaan we dat eens te kleiner maken. Gewoonweg altijd op de kanten. Op de hoeken van de boot of van het beeld, CTRL inhouden en dan kunnen we het zo groter maken. Nadien kunnen we het zetten waar dat we willen.
Bijvoorbeeld, als we willen dat het boot vertrekt van hier tot en met daar, dan kunnen we dat altijd op verschillende manieren doen. Dus ontwerp, onderwerp, ontwerpen. En dan komen we hier, dan hebben we beweging. En hier kan je zien welke beweging dat ze geven. Dat zijn voorgemaakte bewegingen. Bijvoorbeeld als we deze nemen, kan je zien dat die boot, als je gaat die groene lijnen volgen. Ja? Dus we gaan eens kijken wat dat die gaat doen, die boot. Oké. Nu gaan we terug. Dus we zitten hier in dus terug in de beweging komen. Wat kunnen we doen? Bijvoorbeeld dit en hier lager zetten, dat die boot niet zomaar wild over de zee gaat. Dus dat is één ding. Dus we kunnen het altijd bijwerken. Zo. En zo drijft het min of meer op een betere wijze over de zee. Oké. Nu was de vraag van Berlinda, maar dat gaat te snel. Wat gaan we dan doen? Bijvoorbeeld dat die boot over gans de lengte of een deel van deze video moet gaan. Ik zou zeggen, als we hier komen met de muis en hebben die twee pijltjes, houden we de linkse knop in en dan kunnen we dat opschuiven. Zolang als dat we willen, gaan we dan vanaf het begin terug herbeginnen. Kijk, dan gaat het. En totdat het echt geregeld was. Maar hier gebeurt er niks meer. Dus dat is ook de bedoeling niet. Dus hier komen met de dubbele pijl en met de CTRL in en uittrekken, brengt niks op. Wat gaan we dan doen? Eerst op ons toetsenbord drukken we links onder CTRL in. We houden die knop vast. Dan komen we hier. Als we dat dubbel pijltje hebben, klik ik op de linkse knop, trekken we dat open tot daar bijvoorbeeld. Ja, nu komen we terug van achter. En wat gaat er nu gebeuren? Nu gaat het heel langzamer. Kijk. We kunnen het eventueel ook op een andere plaats zetten, dus dat het wat hoger staat. Zo. Oké, maar er is nog een andere wijze. Ik ga terug deze video bijzetten. Zo. En ik ga nu eens dit bootje nemen. Daarmee zien jullie het verschil tussen de twee bestanden. Ik zal het hier zetten voor het begin. Nu het onderwerp. Gaan we het omdraaien. Sorry. Klikken we twee keer op die boot. En dan hebben we hier kantelen. 180 graden of links van rechts. Nu staat het links van rechts. Okay. Maar in de plaats van nu beweging te nemen, gaan we het zelf doen. Dus eerst moeten we kijken hoe ver, hoe lang dat het moet duren dat hij rijdt. Bijvoorbeeld gaan we het hier van, af dit moment moet het beginnen. Tot dit moment, wat gaan we dan doen? We gaan hier twee keren op klikken. Altijd kijken dat deze pijl helemaal links staat. En we gaan bijvoorbeeld de boot wegzetten dat we het begin niet zien. Wat kunnen we nu doen? Positie. Positie, dat is van links naar rechts, van boven naar beneden. Schaal, dat is voor de boot groter of kleiner te maken. Is niet nodig, maar als we bijvoorbeeld de boot naar achter doen gaan en hij blijft even groot, voor onze ogen is dat niet normaal. Dus dan klikken we op schaal. Nu, normaal gezien
rotatie hebben voor een boot niet nodig, maar ik zal het toch eens laten zien waarvoor dat het dient. Doorzichtigheid, dat is als we het boot heel ver willen maken en dat het onzichtbaar wordt en zo, maar ja, dat kunnen jullie later zelf ook testen en zo. Oké, okay. Nu staat de boot hier en wat gaan we doen? We gaan in de eerste de boot een beetje doen naar voren varen. Dus hij komt hier met de C-toets ingedrukt. Schuiven tot waar we hem nodig hebben. En loslaten. En dan zul je zien, hier komt er automatisch een rood puntje. Dat rood puntje kan je later met de C-toets geduwd altijd opschuiven. Wat is er hier? Hier komt geen puntje, hier geen puntje, omdat we hebben maar alleen de boot opgeschoven. Als we nu bijvoorbeeld gaan draaien, zo bevelen en loslaten, kijk, dan komt hier ook een puntje bij. Als je nu zegt, ik ga hem nu met de volgende stap naar achter gaan, moet hij kleiner worden. Maar omdat hier geen puntje staat, moeten we daar zelf een puntje bij zetten. Zetten wij geen puntje erbij, begint hij klein te worden vanaf daar. Dus nu ga ik dit doen. Ik ga met die boot naar achter. Een beetje draaien. En kleiner maken, omdat hij verder in de zee zit. Kijk. Dus puntje, puntje, puntje is zelf gekomen. Oké, dat is goed. Nu gaan we verder. En we gaan bijvoorbeeld naar voren komen. Moeten we die natuurlijk terug groter maken. Ja. En we gaan een beetje draaien voor, want er is storm op zee. En nu gaan we terug verder. En we gaan bijvoorbeeld tot hier. Puntje maken, puntje maken, puntje maken. En oei, wat gebeurt er nu? Met dat wild weer op zee is onze boot omgedraaid. En nu gaan we hem terugzetten. Terug naar voren. Terug wat groter maken. Ik doe zomaar iets, maar het is om jullie te laten zien welke de mogelijkheden zijn. En zo terug. Oké. Dus als we nu gaan kijken vanaf het begin, zal u het volgende zien. Ziet u de boot die vaart op zee? Die naar voren komt, groter wordt en kleiner naar achter. En hier draait hij om. Zo. Kijk, nu zegt hij. Het moet toch nog langer duren. Oké, CTRL induwen. Terug met de dubbele pijl hier. En dan komt hij daarop. En vertrekt terug van hier. Dus nu zal hij nog langzamer rijden, maar langer natuurlijk. En dit kunt u natuurlijk ook doen, bijvoorbeeld met een video. Je hebt deze video. Mij zegt die video is te kort. Ofwel duwt je CTRL op jouw toetsenbord en C in. Dat is voor een kopie te maken. Je klikt hierachter. Dan doet je op je toetsenbord CTRL plus V. En dan plak je die automatisch terug bij. Maar bijvoorbeeld, ik doe dat dikwijls als ik dansers vind die op mijn muziek moeten dansen. En die dansen te snel of niet snel genoeg, maak ik die video lang. Maar als je daar zo aan trekt, zal het niet kunnen, ziet je dat het niet kan. Dus eerst op CTRL drukken op de toetsenbord, dan de linkse knop en je maakt die video zo lang als dat het nodig is. Want wat er nu gebeurt, nu gaat die video, zoals je ziet, veel langzamer gaan. Dus heb die dansers of lopende mensen, moeten die sneller lopen. Of langer snel, dat is gewoonweg op deze manier te doen. CTRL induwen met de twee pijltjes,
de linkse knop in, langer maken voor langzamer te gaan en korter maken voor het sneller doen te gaan. Dus als we nu hier terug op het begin komen, en we klikken nu, zal je zien dat de zee veel sneller gaat als hier, waar dat hem lang is. Oké, ik denk dat het dit is voor het verplaatsen van boot of een ander beeld. Ik heb PNG genomen op internet, omdat dan is het achterste van de boot al doorschijnend. Ja, en dan moet je zelf niet liggen te knoeien met het andere programma van Cyberlink of nog andere programma's zoals ik heb, voor het achterste rondom de boot weg te doen. Het gaat veel sneller. De mensen hebben het dus gedaan voor jullie zelf. Oké, tot later. Dit was het dan. Succes!